Leuk dat jullie naar kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Modded Survival. En ik ben hier vast buiten met de wekelijkse Lucky Block. Breek hem meteen open. Nice. Twee end portals. Het kon meer, maar ja. Deze creeper heeft een keer, want dat is irritant. Dus ja. Vorige episode waren we bezig met... hoe heet dat ook weer? Applied Energistic Scrap. Dus ja. Gaan we nou maar weer mee verder. Maar eerst even dit opruimen. Ja, ik doe het wel even daar. Gunpowder hoef ik niet. Maar ik heb een nieuwe mod geïnstalleerd. Wat niet echt hetzelfde is. Dat was Ender.io. Zoals je ziet is de silicon texture al een beetje anders. Moet je ook op een andere manier krijgen. Dus ja, dat wordt wel een klein probleempje. Maar we gaan weer verder met waar we gebleven waren. En dat was hoofdpijn krijgen met Applied Energistics. Dus voor onze MI computer. Ja, oké, ben weer terug. Dan, ik heb nou Certain Squads Seeds eigenlijk nodig, want de MI Crafting Terminal moet ik maken. Dan heb ik een Calculating Processor voor nodig en dat verkraat weer een Pure Certain Squads. En dat is natuurlijk wel verplicht. Dus jammer genoeg moet ik dit ook maar in het water gooien. Hoppakee. Laten we maar groeien. De andere vloeskristal is een stukje gegroeid, gelukkig. Dus ja. Dan moet ik eigenlijk. Loop ik eigenlijk weer vast dan. Want ik moet nou opwachten op de calculating processor dan. Ik kan al hooguit even die printed silicon maken. Maar dan houdt het al op. En dit trouwens ook. Kan ik misschien wel maken. Oké. Okay. Dus dat gaan we eerst maar doen, dan is dat het eigenlijk al meteen. Wat heb ik ook weer nodig? Oh ja. Silicon, die heb ik nodig. Hopelijk werkt het. Jee, het werkt. En daar hebben we hem. Dus daarmee loop ik nou vast dan. Dan heb ik waarschijnlijk nog eentje nodig voor deze hier. Dat is er, ja, inderdaad een logic. Heb ik al een logic? Ja, die heb ik al. Ik heb gold voor nodig. En dan natuurlijk nog een silicon. Hoppakee. Zo. Even een redstone erbij. Natuurlijk heb ik geen losse redstone. Zo. Die daarin knallen. Dan heb ik in ieder geval dit alvast. Dan dit gebeurt. Oh, ik heb er meer nodig. Even kijken hoe de andere. Ook twee. Oké. Dus daar kan ik maar vast even twee gold pakken voor de andere. Even logic, daar hebben we hem. Ik hoor een zombie, dat is niet zo leuk. Ga eens weg. Dat is beter. Wordt de mens ook niet gestoord. Oké. Verdorie. Die daar. Die daar. Die daar. Nog eentje daar. Nog eentje daar. Nog eentje daar. Dan zijn we langzaam op weg naar de crafting terminal. Oké. Even nadenken hoor. Twee flux dust. Gelukkig heb ik die nog wel. Oh wacht. Oh, geweldig. Moet hierin doen. Niet in mijn kracht in grind.
Hoppakee. Verder heb ik nodig. Wat is ook weer. Eentje hiervan dus. Eentje van nether quartz. Daar. Daar. Wat mis ik nog? Nou ja, natuurlijk de vloekzest. Eentje daarvan. En eentje daarvan. Ik heb er eentje nodig, dus de rest kunnen we eventjes in de poepkist. Hoppakee, hoppakee. Verder mis ik nog zo'n ding. Oh mijn god. Kwartsglas. Dump ik weer 5 hierin. En 4 glas zelf natuurlijk. Maar ook weer even wat zand gaan halen. Natuurlijk is mijn inventory vol. Wanneer niet? Oh wacht. Ik heb een belt. Zou ik dat daarin dumpen? En dan mag ik een beetje op gaan wachten. Dus we gaan dit even ronddraaien. Godverdamme, inventory tekort ook altijd. Nou, weet je wat, doe ik vast daar, dat daarin, dat daar. Even naar deze gaan dan. Hoppakee. Wat heb ik nog meer nodig? Glas heb ik al. 1 redstone, 2 glowstone. Oh mijn god, nee hè. In ieder geval, heb je dat hier? Yes! Ik ben gered. Zo, eentje daar. Dat daar. Nou, oh, ik had nog iron schijnbaar. Nou, dat heb ik nou ook. Dit daar. Nou, maakt toch niet echt uit. Key. Alleen een crafting table nog nodig. Op zich, ik heb hem wel. Nou, nou ja, we gaan het even wat opruimen dan. Dat daar. Alhoewel. Jij kan er ook in. Oké. Okay. Nogmaals, alhoewel. Ik weet het niet zeker. Nou, ups. Kom eens hier. Nou ja. Het enige waar we eigenlijk op moeten wachten is... dit ding. Wat groeit. Wat mis ik eigenlijk nog meer? Even kijken. Voor mij was dat het MI. Even zoeken hoor. Dit ding. Oké, dus dan kan ik dat even vastmaken. Dat is een diamond. Een silicon, maar natuurlijk is dat silicon. Wanneer niet? Dat. Die mandje pakken. Wat is de...
eentje nieuw in volgens mij. Moet ik nog één redstone bij dumpen. En zo. Oké, dat is beter. Die daar. Die daar. Eentje daar. Nou ja, nou kan ik echt helemaal niks meer doen. Nou, ik had er alleen. Ups. Beetje zonde. Hoe dan ook. Nou, we dit eventjes voorlopig hebben gedaan. Eventjes veilig opbergen in een kistje. Dan gaan we met de andere mod beginnen. Hallo. Zo, weet dat dit daar. Was troep en dit. Wat heb ik voor dat nodig? Zo, dan onthoud ik het beter. Nou, voor mij heb ik toch niet nodig. Die weet ik niet zeker. In ieder geval, dit kan opgeruimd worden. Ja, dat ook. Het enige wat nodig is, nog mis is die fluxkristal hier. En degene voor dat andere. De prins hou ik me even. Of de pres bedoel ik. Hou ik me even daar. Zo. En dan gaan we nou maar beginnen met de andere. Eens kijken. Waarmee moet ik beginnen? Ender IO is trouwens de mod. Eens kijken. Oh mijn god, het is weer zoveel crap. Oh, op zich is er niet zoveel nieuwe dingen. Eens beginnen met de, hoe heet dat ding ook alweer? Oh mijn god, ik weet het echt niet. Pulsating Iron. Alloy smelter, oh mijn god. Die hebben dat, dan missen we. Of we moeten beginnen met de alloy smelter. Dat is dan machine frame eerst maar maken dan. Koper. Oh oh. Volgens mij heb ik al mijn koper verbruikt in bronzen. Ja. Dat betekent maar één ding. Au. We gaan weer mijnen. Nou ja. Eens kijken of ik wat koper kan vinden. In ieder geval kool. Ik hou wel van een beetje kool. En dat ook maar. Dit heb ik nog nooit gezien. In ieder geval Surtur's Quartz, dat is wel leuk. Weet je wat, ik nak gewoon de kappen oorberries. Spotterman.
Kijk nou, Henry's. Uh-oh. Nee, daar hebben we dat gefijn weer van. Zeg twee en de post erbij. Daar zeg ik geen nee tegen hoor. Toch nog wat koper. Dat is iron. Nou ja. Met dit beetje koper moet het wel lukken. Al helemaal als je het dubbele krijgt van je smeltery. Dus dat is wel fijn. Maar ja, met gold en redstone gaat het al helemaal lukken. Voordat... Godverdomme, was uitgaan. Oh, daar. Hier naartoe. Dan. Ja. Nee. Oké. En dan maken we een klein beginnetje aan de mod. Ik kom creeper. Waar? Waar? Ga ik wel slim spelen, want je weet maar nooit of je er net eentje erbij krijgt. Zo zie je maar weer. Drie extra broken kapper. Hoppakee, nou is het vier. Scheelt om eventjes weer twee hele ingots. Daar. Yeah. Oké dan. Nou, het aan het smelten is. Ik net zo goed eventjes deze kool compressen. Acht ingots. Hoe zit nog één? Oh, zeven, dat is nog wel een heleboel. Nou is hij leeg. Oké. Waarom ik dit heb, weet ik niet. Nee. Nou we de koper hebben, mis ik alleen nog een beetje gold en een beetje redstone. Daar hebben we natuurlijk wel deze voor nodig. Voor mij was het zo. Zo en zo. Ja.
Verder heb ik nog furnace nodig, een cauldron en dit. Onze bars. Dus mensen, vond je het een leuke aflevering? Abonneer op het kanaal. Like. En als je het niet leuk vond, dislike hem dan natuurlijk. En gelieve, laat wel even eronder achter waarom. Zodat we het voor jullie kunnen verbeteren. Maar dat wordt het dus voor deze aflevering. Dan zie ik jullie weer de volgende keer.